Mooi, werkt al. Zo, goeiedag. Walter belde mij een paar weken geleden op met de vraag of ik bij de Surfnet Relatiedagen iets wilde vertellen over SurfDrive. Ik zei ja, dat is goed, in de veronderstelling dat ik in een van die, wat we normaal gesproken hebben, die breakout rooms zaten en dat er mensen kwamen die gewoon geïnteresseerd waren in het onderwerp. Ik snap dat er voor u op dit moment geen ontkomen aan is, dus we gaan het toch even hebben over SurfDrive. Ik hoop dat u het interessant vindt. Wie heeft er wel eens van SurfDrive gehoord? Ah, dat is goed. Ik verwacht bij de volgende vraag wat minder handen. Wie gebruikt het ook? Nou, dat is toch een kwart, schat ik in ongeveer. Dat valt nog niet tegen. Ik ben inderdaad Corno Vromans. Ik werk op de Universiteit van Tilburg. En ik hou me daar bezig met IT. Erwin, ik heb dit plaatje even gejat uit Surf Magazine. Ik zou dat jij het ook had gedaan. Ik weet niet of het mocht, maar ik heb het maar gewoon hier erin gezet. Dit is blijkbaar een leuk plaatje om SurfDrive voor het hoger onderwijs te positioneren. Het ontstaan van SurfDrive, daar wil ik eerst even mee naartoe nemen. Er is een overleg, dat heet de CVDUR. Ik weet niet of u dat kent, maar daar komen zeg maar de IT-managers van de universiteiten bij elkaar. Eén keer in de twee maanden en dan hebben we het over van alles en nog wat. En in de laatste jaren zien we eigenlijk steeds meer dat we het gaan hebben over dingen die we gezamenlijk doen. Waar ik me enorm aan stoor, is dat we in Tilburg dingen aan het doen zijn en dat we op andere plekken precies hetzelfde aan het doen zijn. En dan moet dat toch veel eenvoudiger en beter en efficiënter kunnen. Dus wat hebben we gedaan? Op 20 september hadden we een lijstje van tevoren even rondgestuurd. Waar gaat iedereen de komende tijd mee bezig? Nou, dat leverde dan dit beeld op. We gingen onder andere Hyper-V doen om te kijken of dat de vervanger kon worden van VMware. Want VMware ja, betaalde allemaal heel veel dure licenties aan. Gasten toegang tot Eduroam, daar was ook een aantal partijen in geïnteresseerd zoals u ziet. En we kwamen tijdens de vergadering te spreken over Dropbox. Hè, veel van onze gebruikers zitten natuurlijk op Dropbox. Willen we dat wel? Is dat wel zo handig? En gaande de vergadering kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat we met z'n allen eigenlijk vonden dat wij hier iets tegenover moesten zetten. Zo is het project gestart. In feite door omdat we met z'n allen eigenlijk wel enthousiast waren en Surfnet en Surf Sarah meteen zeiden van nou, daar gaan wij aan mee werken. Want wij zien mogelijkheden dat zou onze eerste sector cloud oplossing kunnen zijn. En wat schetst mijn verbazing, binnen een week hadden we een projectleider en binnen een week zat ik iedere vrijdag voortaan gekoppeld aan een stuurgroep, omdat ja, we wilden SurfDrive, toen nog geen SurfDrive, in eerste instantie heette het Unibox, want ja, hoe moet het gaan heten? Ja, het is iets van de universiteiten. Unibox, en later werd het Edubox, want het was eigenlijk bedoeld voor het hele hoger onderwijs en omdat ook de UMC's er zo mee wilden doen, is het uiteindelijk toch maar SurfDrive geworden. Dit waren de doelstellingen. Even kijken, ik hoef nu niet omhoog te kijken, ik kan het hier ook zien. Community betrokkenheid, hè, we doen het met elkaar. Dus dat betekent dat we iedereen probeert ook zeg maar, expertise in te brengen. Dus niet een project waarvan we aan Surfnet vragen van doen jullie dit even? Nee, we doen het met elkaar. Een van de eisen was, moet je je voorstellen, het was 20 september, dus vorig jaar. Een van de eisen was, wij moeten wel live op 1 april 2014. Hè? Dus je hebt een doorlooptijd van een maand of 6. Tenminste gelijkwaardige functionaliteit aan Dropbox. Nou, u kent Dropbox ongetwijfeld allemaal, maar dat moeten we benaderen. Willen we onze gebruikers überhaupt kunnen verleiden om over te stappen op een alternatief? Koppeling met SurfConnect, vanzelfsprekend. Het is al een paar keer hier ter sprake geweest, en data in de community. Want het belangrijkste argument om dit te doen was, wij willen veiligheid, wij willen de privacy staat hoog in het vaandel, het moet secure zijn en dat soort dingen. Toen gingen we nog uit van een kosten van maximaal €50 per deelnemer per jaar. En hoe kwam dat? Dat kwam omdat we op dat moment even naar de markt hadden gekeken. Wat kost een flinke hoeveelheid storage bij Dropbox en concurrenten? Later zijn we daarop teruggekomen, want de prijzen waren natuurlijk flink gedaald. Transparantie in kosten, nou dat weten we ondertussen wat dat betekent. Dat heeft enorm veel vrijdagen gekost om te kijken van, maar daarover direct meer van wat is goed kostenmodel. En het moest natuurlijk
passen binnen het hoger onderwijs juridisch normenkader wat we met z'n allen hebben opgesteld. Nou, ambitieus. Dus binnen een week een projectleider en al heel snel gingen we naar plaatjes van ja, wat functionaliteit willen we. Aan de bovenkant stonden eerst een aantal pakketten, die zijn allemaal gescoord, allemaal medewerkers van ons allemaal, die er aan deel hebben genomen. En uiteindelijk hebben we de conclusie getrokken, wij gaan een pilot starten met OwnCloud. En OwnCloud is een open source pakket wat heel vaak al gebruikt wordt. Dat leverde SurfDrive op. Wat heb je met SurfDrive? Iedere gebruiker krijgt 100 gig ter beschikking. Betekent dat Sarah inderdaad voor iedere gebruik 100 gig aan diskruimte heeft staan? Nee, er is rekening gehouden met een overprovisioning van ongeveer 20 keer. Wat ik heb gedaan toen ik SurfDrive in gebruik nam, heb ik al mijn bestanden die ik in al die jaren dat ik op de Universiteit van Tilburg werk, en dat is al een hele tijd, heb ik op SurfDrive gezet en kwam ongeveer dat 7 gig. Dus die 100 gig is voor de meeste mensen toch wel ruim genoeg, denk ik zo. Overigens vandaag, ik weet niet of je het gevolgd heeft, het nieuws wat Google naar buiten heeft gebracht voor onze studenten misschien interessant. Onbeperkt, hè? Google Apps for Education, daar hadden we 30 gig geloof ik, of 5 gig hadden we, sorry. 5 gig, ze hebben nu aangekondigd onbeperkt is. Toegang via SurfConnect. Ik moet zeggen, dat was een eis waarvan ik niet in eerste instantie zei van dat heeft bij mij de hoogste prioriteit. Ik wil de functionaliteit vind ik belangrijker dan de toegang via SurfConnect. Het zit er gelukkig wel in en daar zijn we met z'n allen wel blij om, zoals ik het voorstel, want iedereen kan gewoon zijn eigen account gebruiken en je hebt single sign-on, heb je meteen ook geregeld. Gastgebruik is geregeld, dus ik heb documenten staan die ik misschien wil delen. Ik zal u direct even laten zien hoe dat in zijn werk gaat. Je kunt het gebruiken vanuit Windows, Linux, iOS op mobiele apparaten. Er is een recycle bin, dat als je per ongeluk bestanden weggooit, dat je ze weer terug kunt halen. En sinds afgelopen vrijdag wordt WebDAV ondersteund. En WebDAV is iets wat je nodig hebt als je bijvoorbeeld op een iPad zit en je wilt iAnnotate gebruiken, dan heb je WebDAV nodig om bij je bestanden te kunnen. SurfConnect gaat uit van een webgebaseerd protocolletje en WebDAV gaat net op een iets andere manier daarmee om. Het is secure. Dat zeggen we niet alleen, maar we hebben dat ook laten onderzoeken. Dus we hebben een aantal van onze medewerkers die zich met security bezighouden, die hebben we uitgenodigd van, ga eens even aan de slag met dat platform, kijk eens even of dat secure is. Er is een rapportje over verschenen. Als u wilt, kunnen we dat ook beschikbaar stellen, waarin staat dat het inderdaad secure is. Het is redundant en robuust, dus het is dubbel uitgevoerd, het wordt gebackupt en dat soort dingen, dat is allemaal keurig netjes geregeld. Nou, het gebruik. De eerste keer dat je inlogt, krijg je keurig daarboven linksboven te zien van dit zijn de gegevens die de Universiteit van Tilburg in dit geval beschikbaar stelt aan SurfDrive. Bent u daarmee akkoord? Nou, dat is echt de minimale set die je beschikbaar moet stellen, want je moet weten welke user bij jou hoort. Dus dat is deze. Hier linksonder, daar ziet u mijn Windows sync, zal ik maar zeggen. Inderdaad, je zit pas op 7 gig, je krijgt keurig te zien dat je 100 gig in principe tot je beschikking hebt, maar ik gebruik er maar heel weinig van. Dit ding hier aan de rechterkant, wat het grootste is mijn mobiele telefoon. Dit is, als ik naar SurfDrive ga op mijn mobiele telefoon, dus keurig een appje voor. Nou, dan krijg je dus te zien bovenin 7-deur-vergadering, daar staat dat dingetje van delen bij, dat symbooltje. Dat betekent dat ik die gedeeld heb, die map, die heb ik gedeeld met mijn collega's binnen de 7-deur. En op het moment dat je een document opvraagt, op dat moment wordt namelijk het document pas opgehaald en krijg je het te zien. Daar komt er zo'n mooie groene pijl bij te staan. Dus wat hij in feite doet, hij synchroniseert zeg maar soort directories. Zodat je de inhoud van de directories kunt zien op het moment dat je erop klikt, haalt hij het documentje op. Hoe gaat het delen van data in zijn werk? Dat kan op twee manieren. Linksboven zie je de manier waarop je een gebruiker die bekend is in het systeem kunt zeggen van nou, dit is een gebruiker, daar wil ik graag iets mee gaan doen. Hoe doen we dat? Nou, je kunt vervolgens van alles instellen. Kan hij verwijderen? Mag hij het ook weer delen op zijn beurt? Ja of nee? Dat kun je allemaal keurig instellen. Je kunt ook zeggen ik wil de link delen. Dus ik wil niet per gebruiker gaan benoemen. Ik heb een link en die mail ik gewoon naar een aantal gebruikers. En vanaf dat moment kunnen die gebruikers, als ze op die link klikken, kunnen ze ook bij die bestanden komen. Je kunt dat nog beveiligen met een wachtwoord als je wilt, hè, want die link kun je natuurlijk verspreiden.
Het is ook iets minder secure, maar daar kies je dan natuurlijk zelf voor. Je kunt publieke uploads toestaan. Hè, dat ieder, je weet op een gegeven moment niet waar die link terecht komt. Als je wat dingen aan het inventariseren bent, iedereen kan wat uploaden. En je kunt zeggen van nou, na 31 december 2014 mag deze link niet meer werken en dan stopt hij er ook keurig mee. Dit is hoe we die data delen. Statistieken. Hoe wordt het op dit moment gebruikt? Ik heb gisteren nog een kleine discussie gehad met de projectleider, Ruud. Hij is er geloof ik niet, maar Ruud is de projectleider van dit hele gebeuren. En ik vond eigenlijk dat hij dit ook moest presenteren, want ja, hij heeft het uiteindelijk allemaal gerealiseerd. En hij zei, ja Kono, ik stuur je wel de grafiek, maar dan zonder de getallen erbij. Ik zeg, ja, daar kan ik helemaal niks mee. Wat moet ik daar? Ik zeg, ja, maar op het moment dat ik jou dus ga vertellen hoeveel gebruikers er per universiteit gaat, dat raakt eigenlijk al aan het stuk privacy, of ik dat wel of niet beschikbaar mag stellen. Nou, dat doen we op mijn verantwoording, doen we dat dan wel. Dus bij hoge uitzondering, denk ik, deze keer krijgt u dit te zien. En dan zien we dat zeg maar, het gebruik per universiteit, dat zeg maar, de twee die het langste aangesloten zijn, Universiteit van Tilburg en Twente, er hebben op dit moment 300 stuks. Op dit moment hebben we ongeveer 1200 gebruikers. Het platform wordt rendabel op het moment dat 20.000 gebruikers zijn. Dus een van de missies waar we op dit moment, en wat ik u vooral ook wil enthousiasmeren, ga dit gebruiken, want wij moeten op die 20.000 gebruikers gaan komen. Waarvoor kun je het onder andere gebruiken? Je kunt het gebruiken om een backup te maken. Ik loop zelf de hele dag met mijn laptop over de campus. Ik heb allerlei bestanden lokaal staan. Ik heb ingesteld dat SurfDrive gebruikt wordt als mijn eigen backup. Dus ieder document wat ik ergens neerzet, dat wordt automatisch gebackupt, komt keurig overal beschikbaar in een browser of in mijn mobiel apparaat of in de tablet die ik heb. Nou, je kunt het dus ook gebruiken door te delen. Je kunt het ook gebruiken om grote bestanden beschikbaar te stellen aan mensen als je een keer videobestanden of grote datasets moet delen. Ja, dat is altijd lastig. Per mail kan dat waarschijnlijk niet, want er zit een limiet op wat je kunt versturen. Nou, met SurfDrive is geen enkel probleem. Je kunt gewoon bestanden neerzetten, link delen, klaar is Kees. En al het andere wat u natuurlijk allemaal nog zelf kunt verzinnen, wat ik gisteravond, omdat ik Ajax wilde kijken, niet had verzonnen. Was dit een eenvoudig traject? Erwin vertelde het ook al. Nee, dit was geen eenvoudig traject. Het is een andere manier van samenwerken met elkaar. Wie is de opdrachtgever? Wat doen we precies? Wat mag het kosten? En ik heb nog even de eerste genomen horde. Kosten, kosten, kosten. Ik weet niet hoe vaak. En met Erwin en met Anwar en met alle mensen die erbij betrokken zijn rond de tafel hebben gezeten van wat mag dit nou kosten? Wat moet je meenemen in de kosten? En is het nou wel reëel de kosten die we hier hebben? Dus met name dat, dit grafiekje daar rechtsboven betekent dat de kosten op een gegeven moment door de grond gaan. Dat heb ik overgenomen uit een slide van Walter. Dat betekent dat als op een gegeven moment gaan we dus geld bijkrijgen, denk ik Walter, hè? Dat is als het door de grond gaat. Heel belangrijk is om de rijen gesloten te houden. Er waren ook leveranciers die hier, hoe moet je dat zeggen, in de gaten kregen dat we dit aan het doen waren. Die gaan dus allerlei universiteiten benaderen. Ja, die doen dat, maar dat kunnen wij ook. Wij kunnen het goedkoper en anders en weet ik het allemaal. Nee, we moeten de rijen gesloten houden. Heel belangrijk. Zelf doen is goedkoper. Toen wij in de hele kostendiscussie zaten, zeiden we vaak, ja, maar als we het zelf doen, is het goedkoper. Als ik bij een van mijn medewerkers kwam, zei ik, Corno, waarom doen we dit eigenlijk? Want als ik het zelf doe, is het veel goedkoper. Own Cloud is open source, die installeer ik even op een file servertje en klaar is Kees. Nou, en dat is de discussie die we gevoerd hebben, waar we ook heel goed uit zijn gekomen uiteindelijk. Als je echt inderdaad gewoon alles meeneemt en in ogenschouw neemt, de beschikbaarheid van de dienst, alle mensen, alle specialisten die hier aan bijdragen, dan hebben we nu in ieder geval een tariefstelling, kom ik direct even op terug, waarvan ik denk, van nou, daar kunnen we zeker mee naar buiten komen. Wie neemt de finale beslissing? Ik zat in de stuurgroep, ik ben wel gewend om in stuurgroepen te zitten en ik ben gewend dat een stuurgroep beslissingen neemt. En ik werd op een gegeven moment geconfronteerd met, ja, dit heeft de stuurgroep al besloten. Hoe kan dat nou? Ik zit in de stuurgroep. Nu bleek er dus ook nog een andere stuurgroep te zijn. Intern bij Surf, ja, dat snap ik ook wel. maar die hadden al beslissing genomen. Ik zeg, ja, maar dat kan niet. We zitten hier in de stuurgroep en wij nemen dus de beslissing. Dus
even wennen aan elkaar. Hoe zit dat precies? Hoe werkt dat samenspel nou precies? Er zijn wat technische hordes genomen. Ik heb er een paar genoemd. Een van de problemen was natuurlijk dat we die apps wilden hebben op de mobieltjes. En omdat we SurfConnect als, protocol gebruikten, lukte dat niet automatisch. Maar dat is allemaal goed gekomen. En we hebben een security audit gedaan. Daar hebben we dus inderdaad gewoon een rapportage van. Die weken en uren en conference calls en weet ik het allemaal meer, die leiden uiteindelijk tot deze sheet. Ik weet niet hoeveel uren hierin zitten, maar dit is uiteindelijk het tarief geworden. Voor universiteiten een basistarief van 25.000 euro per jaar voor 750 gebruikers. En iedere gebruiker die daar meer komt, daar betaal je 18 euro per jaar voor. Dus we willen eigenlijk naar een tarief waar je kunt zeggen van ja, we hebben een basistarief. Een beetje afgekeken van Surf Market, zoals je ook werkt. We hebben een basistarief en daarbovenop kun je nog wat extra's doen. En dat zijn gewoon de kosten per jaar. 1,50 per gebruiker per maand, oftewel 18 euro per jaar. Nou, daar durf ik dus rustig mee naar buiten te komen. Is dus veel lager dan wat we in eerste instantie hadden becijferd. In eerste instantie hadden we gezegd, nou, we zijn er al tevreden mee als dit op 50 euro per jaar uitkomt. Maar goed, voortschrijdend inzicht, we willen het toch verder naar beneden hebben. Voor de kleinere instellingen is er een apart tarief. 2000 euro per jaar voor 50 gebruikers en je betaalt dan per gebruiker iets extra's. Walter, dit klopt, hè? Ja? Ik ben even in de verleiding geweest om iets nog te... Maar ik heb het niet gedaan. Ja. Nou, promotie binnen de instellingen dan. Er is allerlei materiaal beschikbaar. Hè, want we doen het niet alleen in technische zin is het leuk om dat samen te doen. Maar ook omdat we gewoon op een aantal vlakken met elkaar kunnen samenwerken. Betekent ook dat materiaal wat gebruikt wordt is allemaal herbruikbaar, beschikbaar. Leaflets, posters... beschrijvingen voor intranet, is allemaal beschikbaar. Als je wilt ben je up and running in no time. Er zijn nog een paar dingen waar we toch nog even wat over na moeten denken, waar we nog niet helemaal uit zijn. Ik wil bijvoorbeeld af en toe eens weten van hoeveel heb ik in gebruik? Welke gebruikers heb ik allemaal? Wie zijn die grootgebruikers? Zit er al iemand aan die 100 gig? Helaas gebeurt het ook wel eens dat medewerkers overlijden en dan komt er wel eens een verzoek van de vertrouwenspersoon van ik wil die data hebben, ja dan kan ik er niet bij. Ja, want het staat allemaal keurig in de sectorcloud en het voldoet aan de hoogste privacynormen. Dat betekent dat ik dat allemaal niet kan, ook niet kan opvragen. Dus daar moeten we het nog met elkaar over hebben. Dus we zijn er nog niet helemaal, maar... De governance, hoe is die ingeregeld? Iedere instelling heeft een zogenaamde ambassadeur. Die ambassadeurs die komen één keer per kwartaal bij elkaar en er wordt gesproken over hoe gaat het, welke nieuwe functionaliteiten moeten we ontwikkelen. En op het moment dat het over geld gaat en zeg maar meer beleidsmatige keuzes, dan komt dat terug op dit moment in de CV-deur. Wat hebben we nog te doen? We zijn er nog niet helemaal. Identity management. Een van de vragen toen ik hier naartoe ging was, hoe kun je nou voor zorgen dat je gebruikers toegang krijgen? En hoe kun je dat een beetje controleren? Nou, gebruikers krijgen toegang omdat er in LDAP een of ander attribuut is gezet. Er wordt een attribuut gezet en als je vervolgens gewoon gaat inloggen, kijkt hij even, is dat attribuut? Ja, het attribuut is gezet, dus je kunt inloggen. En je wilt natuurlijk niet dat je per gebruiker dat attribuut moet gaan zetten. Dus wat wij in Tilburg hebben gedaan, we hebben gewoon aangezet, en dan maar kijken, en van ja, kom ik aan die 750, ja of nee? Nou, voorlopig is dat nog niet het geval. Maar als je dan aan die 750 komt, heb je dan geen probleem. Ik zeg, nou, dan heb ik geen probleem, want dat is een succes. En dan krijg ik best wel, als het nodig is, extra geld voor elkaar. En als we dat niet halen, nou, heb ik gewoon een dienst die ik aan iedereen kan aanbieden. En zonder dat er zeg maar enige drempel liggen. Ik zou graag iets van een dashboard hebben. Ja, zodat ik wat informatie krijg. Maar het belangrijkste is, en ik hoop dat u direct, wie gaat dit nog gebruiken? Wie het nog niet gebruikt, wie gaat het gebruiken? Nou, iets minder enthousiast dan ik gehoopt had. Goed, ik ben in de pauze gewoon beschikbaar als u vragen hebt. Succesfactoren, dit wordt hopelijk een succes.
Waarom wordt dit hopelijk een succes? We hebben dit ontwikkeld. Wij hebben als universiteiten gevraagd aan SurfNet en SurfSara, willen jullie ons ermee helpen om dit te ontwikkelen? En wat we hebben gedaan is, we hebben continu de terugkoppeling naar iedereen gegeven van hier staan we, daar staan we. Ja, wij gaan 1 april halen. De belangrijkste beslissingen die genomen zijn in het traject hebben we gezamenlijk genomen. We hebben dus gedaan op basis van vertrouwen in elkaar. We zijn eigenlijk begonnen zonder dat wij hadden nagedacht over hoe gaan we dit hele handeltje nou precies financieren. Nou, gelukkig had SurfNet en SurfSara daar wel een oplossing voor. Maar dat is iets voor de volgende keer. Actieve deelname van verschillende universiteiten. Ik heb echt het gevoel dat we met z'n allen dit hebben gedaan. Ja, het klopt dat de techniek merendeels natuurlijk bij SurfNet en bij SurfSara ligt. Maar we hebben hier met z'n allen een bijdrage aan geleverd. En dat vind ik een knappe prestatie van ons allemaal. Open en transparante communicatie. Dat was af en toe wel eens moeilijk. Walter, ik zie je lachen. Want op een gegeven moment kwam natuurlijk de vraag van, ja, hoe komt die tariefstelling waar jullie in eerste instantie mee komen, hoe komt die nou tot stand? En waarom is die op het niveau waarop jullie denken dat die moet zijn? Nou. En uiteindelijk hebben we keurig alle kosten hebben we netjes inzichtelijk gekregen, hebben we gediscussieerd over, nou, hoe zien wij dat, hoe zien jullie dat, en daar zijn we op een goede manier uitgekomen. Realisatie in relatief korte tijd. Vooraf hadden we gezegd van wij willen graag dat dit op 1 april live is. Het was op 1 april ook live. Ik vind het echt onvoorstelbaar als je bekijkt wat er allemaal gerealiseerd is. Ook aan wat er allemaal aangeschaft is en zo. Alleen gebied de eerlijkheid te zeggen dat wij nou een beetje af laten weten. Want wij moeten nou zorgen dat die gebruikers. Dus ik had eigenlijk gehoopt met dit praatje, maar als maar 10 man de vinger opsteekt. Jullie in ieder geval enthousiast te krijgen van wij gaan dat ook gebruiken. Laagdrempelige toegang, daar heb ik dus voor gezorgd om het gewoon voor alle medewerkers beschikbaar te stellen. Voor toekomstige trajecten, ik hoop dat we nog veel van dit soort trajecten gaan doen, want nogmaals, wij werken allemaal met gemeenschapsgeld en dat moeten we zo goed mogelijk en zo efficiënt mogelijk besteden. En dat kunnen we, dat weet ik zeker, door meer van dit soort trajecten te doen. Hoe kun je dat doen? Dat kunnen we doen door jaarplannen die we allemaal maken, ongetwijfeld met elkaar te delen en kijken waar de overlap zit. We hebben nu in feite een sectorcloud. Dus het blijft allemaal keurig binnen onze eigen sector, binnen de SurfNet sector zal ik maar zeggen. Op dit moment wordt het uitgevoerd door SurfSara, die doet het beheer. Maar het is natuurlijk niet gezegd dat bij een sectorcloud altijd alle techniek bij SurfSara terecht moet komen. Sterker nog, wij zijn ooit begonnen, ook met SurfDrive, door te zeggen van kunnen we niet een gefedereerd storage model verzinnen, zodat iedereen ieder wat doet. Nou, gezien de tijdsdruk die hierop zat, was dat niet haalbaar. Maar in de toekomst moeten we zeker nog eens kijken, van kunnen we dat niet op een andere manier doen? Ik kan me voorstellen dat er zeg maar, binnen de universiteiten specialisaties gaan ontstaan. Van, nou, wij doen dit, maar dat doen we dan wel gelijk voor de hele sector. We hebben samenwerking ook op een aantal andere gebieden geprobeerd. Het lijstje, dat tabelletje wat ik u in het begin liet zien. Daar hebben we een aantal van geprobeerd. Dit werkt volgens mij het best omdat we een soort green field hebben. Niemand heeft in feite al iets. Dus iedereen is blij als er wat komt. Op het moment dat je al wat hebt en je moet, zeg maar, je moet daar gaan compromissen gaan sluiten, van doen we het zus of zo, dan wordt het een heel ander verhaal. Afspraken over financiering moeten we vooraf, de volgende keer moeten we dat maken. Nu is het allemaal keurig opgelost met innovatiegelden en andere middelen, maar dat moeten we vooraf doen. En we moeten een helder besluitvormingstraject gaan afspreken met elkaar. Als we iets nieuws gaan doen, wie neemt de beslissingen? Wie is eigenaar van het systeem en hoe gaan we dit verder ontwikkelen? En het zou nog mooier zijn als we dat niet als universiteiten doen, maar dat we dat gewoon voor de hele sector kunnen realiseren. Dus inclusief de mbo's, de hbo's, de umc's. Want dan denk ik dat we met z'n allen maximaal profiteren van onze samenwerking. Mocht u geïnteresseerd zijn, HTTPS, moet secure zijn, surfdrive.surf.nl. Er is een Twitter-account, dus sinds kort, dus tweets kunt u daar volgen. Heb ik nog even tijd, Erwin? Nog 4 minuten, goed zo. Want ik wil namelijk even terug naar deze. Trouwens, zijn er eerst nog vragen over SurfDrive? We hebben een netwerk waar een aantal onderwijsinstellingen op zitten, wat via NetAlight met SurfNet is gekoppeld. Ik vind het een mooie dienst voor de bedrijven en instellingen die op mijn netwerk zitten. Bijvoorbeeld de VO-scholen.
Kan dat? Daar kan ik geen antwoord op geven. Erwin, gelukkig ben jij in de buurt. Dat kan in principe niet, maar daar moeten we nog wel even over doordenken, over je vraag, wat je precies nu vraagt. Heeft er nog meer een microfoon aan? Nog meer vragen die ik kan doorschuiven naar iemand? Ja? Ik ben bang dat je deze niet kan doorschuiven. Oh. Heb je nou ook het gebruik van Dropbox zien dalen? En die 110.000 alternatieven die we ook niet willen? Ik kan die vraag niet beantwoorden, want ik weet niet wat het gebruik van Dropbox binnen de instelling is. Ik weet wel dat mensen het gebruiken, dat ik mensen persoonlijk benader en zeg, jij gebruikt Dropbox, probeer dit eens. Maar ik weet niet hoeveel mensen dit doen. Ik vind wel dat het mijn plicht is, zal ik maar zeggen, als IT-manager, door iets te brengen waarvan ik kan zeggen, nou, maar dit hebben we gegarandeerd goed geregeld met z'n allen. Ja, wat jij met Dropbox doet, ja, gebruik allemaal zoveel. Maar ik heb in ieder geval een alternatief waar ik zeg van, nou, dit is goed geregeld. En ik durf daar niks over te zeggen, ik weet het niet. Ja, goeiedag. Goedemiddag. Ik ben werkzaam bij ROC Midden-Nederland. Dus wij zijn sinds kort als MBO-wereld aangesloten bij SURF. Ja. Ik voel me zeer welkom. De vraag die ik eigenlijk heb, wij hebben ook in gesprekken met SURF doorgekregen dat wij bepaalde diensten, als wij die zouden willen afnemen, dat die toch weer aanbesteed moeten worden. SURF Drive, is dat nou een aanbesteden dienst geweest of niet? Dat is inderdaad een van de punten die we hebben laten uitzoeken. Omdat wij zeg maar een inbestedingsovereenkomst hebben met SURF, kunnen wij dit gewoon op deze manier doen. Dat is het korte antwoord. Er ligt een heel document als u geïnteresseerd bent. Er is een document waar het allemaal netjes juridisch en zo beargumenteerd wordt. Maar het antwoord is nee, wij kunnen dit inderdaad doen op de manier zoals we dit nu doen. Ja? Dan wil ik u heel even mee terugnemen naar deze tabel. Hier stond namelijk nog iets wat we ook hebben afgesproken om dat gezamenlijk op te pakken. Het stond eigenlijk niet op de agenda, maar ik vind het eigenlijk te mooi om het nu voorbij te laten gaan. Dat is gastentoegang tot Eduroam. Ik weet niet of u daar binnen de instelling ook mee te maken heeft. Hè. We hebben natuurlijk allemaal Eduroam, fantastisch, campusdekkend netwerk. En heel vaak hebben we mensen over de vloer en zeggen, kan ik even op het draadloze netwerk? En we hebben daar natuurlijk een procedure voor ontwikkeld, dat je langs de helpdesk gaat en weet ik wat allemaal meer. De TU Delft had een buddy systeem ontwikkeld. Een buddy systeem waarbij zeg maar, de eindgebruiker gewoon in controle is. Hey, ik heb iemand op bezoek en ik wil nu voor die gebruiker die nu hier naast me zit, wil ik een account maken. Ik wil niet naar de helpdesk moeten bellen, want ja, dat wordt misschien niet meteen geregeld. En we hebben SURFnet gevraagd om dat buddy systeem om te bouwen of opnieuw te ontwikkelen, zodanig dat iedereen dat gewoon zou kunnen gebruiken. En dat systeem wordt binnenkort gelanceerd. We hebben nu een pilot gedaan. Maurice kan er alles over vertellen. Hij zit hier ook ergens, geloof ik. Ik heb Maurice even gevraagd van tevoren of hij het goed vond dat ik dit ook nog liet zien. Want met EVA, zo heet het, Eduroam Visitors Access, met EVA kan ik namelijk zelf à la minute accounts aanmaken. En nou, dat doe ik door in te loggen. Dat gaat natuurlijk via SURF Connect. Dit zijn de pilot instellingen. Ja. Ja. Ja, dat dacht ik wel. Ik verander direct meteen mijn password. Wat ik kan doen hier is dus My Visitors kies ik. En hier kan ik als eindgebruiker kan ik dus zeggen van ik ga een visitor toevoegen. En ik kan hier zeggen add a group of visitors. De parameters die hierachter staan, die kun je zelf instellen. Dus ik kan zeggen, wat wij bijvoorbeeld in Tilburg hebben gedaan, iedere medewerker kan visitors aanmaken. En je kunt dan zelf bepalen hoeveel visitors je aan kan maken, of dat voor een week is, voor een maand, voor een jaar. Dat kun je als instelling kun je dat allemaal zelf bepalen. En je kunt ook bepalen of er bijvoorbeeld mensen zijn die een extra vinkje krijgen, namelijk add a group of visitors. Waarbij je in één keer 100 accounts kunt aanmaken ofzo. Nou, laat ik dat laatste even doen. Add a group of visitors. Name of group SURFnet. Relatie, dagen. Hoppakee. Number of accounts. Nou, dat zullen we eens doen. Ja, laat ik niet te gek maken, maar. Nou, van vandaag tot morgen. Hoppakee. Generate accounts.
Hoppakee, daar zijn ze. En het mooie is, dit krijg ik ook netjes in de mail. Krijg ik dit als een pdfje, dus dan kan ik er mooie strookjes van knippen. En Maurice vertelde me net dat er nog een extra mogelijkheid is. Dat is namelijk de mogelijkheid die we hier hebben, dat gebruikers gewoon zichzelf kunnen registreren met hun mobiele telefoon. Nou, ook deze dienst is een nieuwe dienst die Surfnet heeft ontwikkeld en die we straks als extra dienst voor €250 per maand, Walter, als ik het goed onthouden heb, aan iedereen kunnen aanbieden. Dus ik hoop dat u dit ook interessant vindt. Ja? Dank u wel.